En dat is Maria van Doren uit Udenhout. Van harte meid, naar jou komt dat geweldige bordspel toe. Heel erg leuk. En dan gaan we over naar iets anders. Tekenen, ik vind het lastig, ik ben niet heel goed in, maar ik vind het wel erg leuk om te doen. Ik kan er zo een complete zondag mee vullen. En ik moet het vooral niet aan andere mensen laten zien. Wat me opvalt is dat vooral het tekenen van dieren erg lastig is. Maar er zijn mensen die zich daarin gespecialiseerd hebben. En dat is dan Ton van der Weerde uit Zomeren. Die is daar heel knap in. En die kan ook heel goed paarden tekenen. En verslaggever Bart Oosterveld, die ging er naartoe om verslag te maken. Dit is Jul en haar paard Wendy van de Klaverhoeve. Ton gaat haar paard schilderen. Hij maakt foto's om Wendy precies vast te leggen. Jules, we staan hier bij jouw paard. Ik zal foto's maken van jouw paard, want het paard moet geschilderd worden. Dat ga ik doen. Ja. En ik moet eerst even een aantal foto's maken. Dus we gaan proberen om hem een stukje in de wei te laten draven. Ja, we maken er een actievol schilderij van. Hè? Een zwart paard en een zwart veulen. Ja. Past mooi bij elkaar. Ja. Het schilderen doet Ton in zijn atelier aan huis, in Zomeren. Paarden is mijn passie, denk ik. En vooral trekpaarden. Ik denk dat je daarmee geboren wordt. Bij mijn weten heb ik het altijd gehad. En ja, te zeggen, een paardenvirus krijg je en het gaat nooit meer weg. Tekenen was mijn hobby, dus ik probeerde paarden te tekenen. Ik heb nog schetsboeken van toen ik 8 of 9 of 10 jaar was. Er staan al paarden in. Op een gegeven moment ben ik gaan fotograferen, ook om het vast te leggen. Plaatjes uitknippen in plakboeken. Gewoon om te compenseren, denk ik, dat we thuis geen paard hadden. In de opleiding die ik gedaan heb, hebben wij veel getekend, veel geschetst. Stillevens, ook portretten, maar nooit paarden. En zeker niet live. Zeker niet bij paarden gaan zitten en daar tekeningen van maken. Van zo'n trekpaard is het gewoon de macht en de kracht en het enorme van die dieren en dan het rustige karakter en het feit dat je met zo'n paard alles kan doen op een hele rustige manier. En zo'n paard blijft ook rustig. Maar een andere rassen natuurlijk ook. Mensen die rijden of aangespannen rijden zullen hetzelfde vertellen. En behalve paardenschilder is Ton ook paardenliefhebber in hart en nieren. Zelf heeft hij ook een paard. Ik rij 's avonds 2 of 3 keer in de week een stukje rond het bos in of langs het bos. Dan zei ze, ja, je bent daar toch al 100 keer geweest. Ja, maar daar gaat het niet om. Of hoe hard rijdt hij dan? Nee, het gaat ook niet om hoe hard je rijdt of hoe ver. Nee, het is gewoon de ontspanning en die rust die je dan met je paard vindt. En daar kan je van genieten.